In het sportcentrum Papendal bij Arnhem, sedert lang ook trainingsoord voor de top van het KNGV, worden de aankomende talenten volgens Russische oefenmethoden opgeleid. De jonge meisjes, die merendeels bij pleeggezinnen in Arnhem verblijven, trainen hier gemiddeld 3 uur per dag. Een van hen is de 11-jarige Bibi Vos, die onder de hoede is geplaatst van de Russische KNGV-trainer Albert Azarian. Zij nam in Ridderkerk deel aan het nationaal kampioenschap voor meisjes van 9 tot 12 jaar en behaalde er de titel. Naast een goede vrije oefening toonde Bibi ook fraai werk aan de brug met ongelijke leggers. Vooral durf bij de afsprong is belangrijk. En die heeft Bibi Vos door voortdurende oefening op Papendal gekregen. De valkuil is hier ingevoerd door Azarian. Maar, ben beter. Jij denkt in schroef maken sneller. Goed, ik denk in daar staan. De jeugd heeft met dit taaltje geen enkele moeite. Overigens is Azarians vrouw al een stuk verder. Strek niet hier voeten, voeten ook. Hier ook. Ja, zo. Goed zo. Hier. Ja, beter. Beter. Ingrid Bolleboom is een van de veelbelovende talenten in de groep van 13 en 14-jarigen. Juist, beter. Goed zo. Ook Ingrid was bij de kampioenswedstrijden in Ridderkerk. In de spanning van een wedstrijd blijkt vaak de inspanning van de training vergeefs te zijn geweest. Ingrid Bolleboom, die op paard en brug en bij de vrije oefening veel punten verzamelde, behaalde toch de kampioenstitel. Het KNGV hoopt dat Nederland dankzij de systematische aanpak van de training en de bewuste ontwikkeling van jong talent in de toekomst hogere plaatsen dan tot dusver zal bereiken op de internationale turnpodia.